Wacht even. Het is even professioneel, kijk. Kijk even wat een gigantische camper ik heb. Is mooi, hè? Speciaal voor mijn gast. En ik heb het binnen heel gezellig gemaakt. Kom even mee. Kijk, met de Italiaanse vlag. Ballonnen. Knopje. Onze gast van vandaag houdt van de kleuren van roze. Roze trui, roze koeken. Ze zijn een paar keer gevallen. Want Tobias die heeft een paar keer de bocht genomen en toen ging je laagstal op de grond. Maar ik heb ze weer netjes neergelegd, dat weet niemand. Dus Italië, roze trui. Wie denk jij nou wie wij te gast hebben hier in de camper? Dirk Kuyt. Dirk Kuyt, nee! Van Kramer. Nee, die houdt alleen maar van Naomi. Die houdt niet van roze. Onze hoofdgast is vandaag... Tom Dumoulin. Nou, dus het is even wachten op Tom. Hij kan hier elk moment zijn. Dat zal je hem hebben. Hoe is het? Wat een klim hier. Ja, hè? Ja, leuk dat je er bent, man. Ja, gezegd. Ik heb een camper, in ons geval de Tom Dumoulin camper. Ja, top. Ik kan het achterop, denk je? We gaan het wel proberen. Wat kost zo'n fiets? Deze zal richting de 10.000 euro gaan. Oh, dat moeten we goed vastmaken. Top. Kom even gezellig binnen, ja? Hoe vind je het? Ja, vet. Wat ballonnen opgehangen, witte en een rode en een groene. Oh, wc-papier zie ik al. Ja, voor je weet maar nooit. Ik heb het helemaal naar jouw smaak ingericht, zou ik maar zeggen. Ga lekker zitten. Zo, nou, wat mij betreft nu we toch, zullen we meteen gaan dan ook? Nou, Tobias, ga ze maar hoor, dat is Sjoerd. Doe maar, ja. Sjoerd heeft een fietsprobleem. Een fietsprobleem? Ja. Hoe kan een fiets nou een probleem zijn? Dat begrijp ik ook niet. We hebben een filmpje ingestuurd. Hoi Tom, ik ben Sjoerd en ik ben de allergrootste wielerfan van jou. En je bent de beste van de wereld. Alleen is er één probleempje, de bochten. Daar ben ik al een paar keer hard gevallen. Kan jij mij daarin helpen? Alvast bedankt. Doei! Ja, gaaf. Ja, dat is ook best wel moeilijk. Dat vind ik nog altijd moeilijk. Afgelopen weekend ben ik gaan mountainbiken. Toen ben ik ook keihard om een kokosnoot gegaan. Dus zelfs ik heb daar nog af en toe problemen mee. Maar ik denk dat ik hem wel het een en ander kan leren. Dat is mooi. Hij weet niet dat jij komt. Ik denk... Ja, kijk, daar staat hij al. Als hij even zorgt dat je niet gezien wordt. Ja, precies, ja. Ah, dag Sjoerd. Hoi. Ik ben Ron. Hoi. Heb jij een probleem? De bocht aansnijden. De bocht aansnijden. En van wie zou jij graag les willen hebben? Van Tom Dumoulin. Ja, dat willen ze allemaal, hè, Sjoerd. Wat is er nou zo goed aan Tom? Hij is gewoon goed en eigenlijk alles heeft hij laten zien in de Giro. Wacht, ik ga even iets aantrekken. Heb je een momentje? Kijk eens wie ik meegenomen heb. Hey man. Hoi. Hoi. Hoi, ik ben Tom. Verrassing, hè, dat Tom er is, hè. Uh-huh. Hoe vind je dat? Cool. Dat is goed, hè. Dan leg nog één keer aan Tom uit wat je tegen mij zei. Nou, als de anderen in de wedstrijd doortrappen en ik ren, dan moet ik aanzetten naar de bocht om hem bij te komen. Dus je verliest een paar meter in de bocht ten opzichte van de rest? Ja. Zullen we dat gaan oefenen dan? Ja. Als we nou nog een beetje meer gaan letten dat je druk houdt op je voorwiel in de bocht. Dus als je een bocht naar links maakt, dan duw je eigenlijk je buitenste been, duw je als het ware naar beneden. Dan kan er nooit iets gebeuren. Dan kun je eigenlijk nooit wegglijden. Rechterbeen naar beneden. Ja. En druk houden. Probeer nog maar met je bovenlijf iets meer naar beneden te gaan. Ja. Ja. Rechterbeen naar beneden. En insturen. Dat ziet er al supergoed uit, man. Ja, vet goed. Zullen we nu de rollen omdraaien? Ja. Dat jij mij gaat leiden? Ja. Oké, okay, let's go. Ja, heel goed. Ja. Laat de fiets maar lopen, hè. Heel goed. En draaien. En draaien. Kijk, goed hoor. Netjes. En Tom, hoe doet hij het? Ik heb het idee dat het al wel beter gaat. Hey. Supergoed. Zo gaat dat. Dank je wel. Hè? Ja, we moeten alweer, Tom. Hoe vond je dat je me even echt zag? Leuk. Dat is goed, hè? Doei. Dag, Sjoerd. Dag. Op naar de volgende. Oh, stop even. Stop, stop. Ik heb nog een aandenken. Een echte Tom Dumoulin wc-rol. Ik ga eventjes in de keuken in, Tobias. Dus rij voorzichtig. Ik heb even een gezellig stukje fly bij me, hoor.
Als jij nou geen wielrenner was geworden eigenlijk, wat was jij dan geworden? Ik denk dokter. Een dokter, ja? Ik zie jou ook wel een beetje als een dokter. Ja, chirurg of kinderarts of zoiets had ik wel, had je wel leuk. Mooi gevonden, ja. Ja. Nou, moet je zeggen, dat staat je ook wel helemaal heel goed. Ja. Onze eigen dokter binnen. En dan op het moment dat hij afgaat, krijg je van mij een zeer persoonlijke vraag. Die ziet er het makkelijkst uit. Kijk. Ja, die is goed. Ja, dat is ook heel goed. Heel goed. Ah ja, je neus werd rood. Wie scheert jouw benen? Ben jij dat zelf, je vriendin, of heb je daar een assistente voor? Nee, dat doe ik zelf, ja. Maar waarom is het eigenlijk je benen kaal scheren? Als er nou wordt gevraagd, dan hebben we altijd hele goede excuses. Zoals dat is beter voor het masseren en dat is beter voor als je valt en je hebt wondjes. Dan komen er geen haren in en zo. Dus dat zijn excuses, maar ik denk dat de echte reden is dat wielrenners dat gewoon mooi vinden. En dan doe je maar gewoon mee. Ja, je neus werd weer dood. Zijn er andere rijders in het peloton waar je een hekel aan hebt? Nee, ik heb niet een renner waar ik echt een hekel aan heb. Maar ik heb wel eens ruzie, zou ik het niet willen noemen, maar een opstootje tijdens de koers, dat komt wel eens voor. Ja, kijk. Het is wel lastig onder het rijden. Ja? Nou, ik heb er geen probleem mee. Ja, hij is te branden. Ja, nee. Ja, hij brandde, jazeker, ja. Wat is het gênantste dat je als wielrenner ooit hebt gedaan? Het gênantste, ja, waarschijnlijk toch wel dat poepincident in de Giro. Afgelopen Giro. Toen ben ik moeten stoppen omdat ik heel erg moest poepen. Oh, dat is gênant, dat is heel dapper. Wat moet. Maar het was een beetje een lastig moment. En het ging de hele wereld over, dus... Iedereen doet het toch gewoon in zijn broek ook? Nou, nee, dat denk ik toch niet, hoor. Nee. Plassen soms wel, als het heel hard regent, maar dan merkt niemand het. En dus dan kan het ook wel een beetje lekker warm zijn. Hè. Het is alleen zo lastig met het, als je een interview daarna nog hebt na de koers. Maar... Ah, dan moet je scheid aan hebben. Ja, dat raakt. Tuurlijk. Je mag trouwens je doktersjasje wel uittrekken. Nou, mooi. Dit is Luc. En Luc heeft ook een boodschap ingesproken. Hi Ron, ik ben Luc. Ik ben 10 jaar en ben een grote fan van Tom Dumoulin. Ik vind hem heel goed, want hij heeft de Giro gewonnen. Ik speel zelf bij MVV en Tom Dumoulin is ook een fan van MVV. Ik zou heel graag een keertje shirtje willen ruilen. Groetjes, Luc. Dat moeten we wel kunnen regelen. Ja, dat vind ik misschien nog wel vetter dan dat hij mijn shirtje vindt. Ik heb 8 jaar gevoetbald. En toen vond ik het ook wel heel leuk om MVV een beetje te volgen. Het blijft toch een Maastrichtse club en daar draag ik toch een warm hart toe. Kijk, hij weet dus niet dat jij er bent. Mm-hmm. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij gaat reageren. Ben benieuwd. Zo, Tom, is dit het stadion? Dit is de Geuzelt. Ah, ja. Nou, Luc die is op dit moment in het stadion. Ik loop naar hem toe en op een gegeven moment kom jij gewoon naar me toe. Ja, helemaal goed. Kijk, daar is Luc. Hi. Ik ben Ron. Jij wil heel graag een shirt ruilen, want wat heb je voor Tom? Een shirt van MVV. Ja, en wat wil je van Tom dan weer? Een shirt van Team Sunweb. Dat zou heel cool zijn. Doe even je ogen dicht. Niet kijken, hè. Zo. Ja. Doe je ogen maar open. Hallo. Hey, Luc. Hoe is het? Goed. Dit wil je graag, hè? Nou, geef mij een beltje. Ben je echt blij? Ja. Ja, dat je natuurlijk een echte Tom hebben gehad hier, maar dat is niet te doen. Dus dat vind je niet erg, toch? Och ja, ik wil jou een keertje zien. Hey. Hey man. Hi. Hey. Alles goed? Ja. Is dit nog? Ik dacht, ik maak jou maar even gelukkig, want ze wilden jou afschepen met zo'n truitje. Dat kan toch niet? Ik hoorde dat we gingen ruilen, dus dat jij ook een MVV-shirtje van mij hebt. Ja. Met allemaal tekeningen erop. Zo. Wat gaaf, man. Voilà. Dankjewel. Ik ben heel blij mee. Ben je er blij mee? Ja. Goed zo, man. Ik ook. Nou, kijk eens even. Heerlijk. Goed, hoor. Mocht jullie eventjes proberen een doelpunt te maken? Ik waarschuw jullie, ik ben heel goed. Oeh. Ah ja, jongens. Oeh. Nou, Luc, we gaan er weer vandoor. Hoe vond je het om Tom te zien? Oh, ik vond het wel heel chic. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Heel succes met de voetbalcarrière. Ja, dankjewel. Ja, en bedankt voor jouw shirt. Ja.
Nou, dan hebben we nog één adresje. Het begint al een beetje avond te worden, dus daar gaan we heel snel heen. Klaar voor? Helemaal. Gezellig. Kunnen. Ben je een beetje goed in tekenen? Heel slecht. Heel mooi. We gaan een soort Pictionary doen. Pakken we even. Holala. En de bedoeling is dat jij binnen één minuut tijd probeert om dat te tekenen wat hier op staat. Mm-hmm. Je mag alleen maar ja en nee zeggen. Stap maar. Een boom met houtrot. Nee, geen boom met houtrot. Het heeft met sport te maken. Ja. Voor geen voetbalveld, dat kan niet. Dat is iets te smal voor. Dat is een pijltje, Tom. Ja. Is het een fles? Het is... Nee. Even nadenken, Ron. Ik heb het echt super duidelijk. Er zit een weg. Dit is een weg. Ja. Hier zult u mee moeten dit doen. Dit is ook wel heel duidelijk. Dit is een bovenaanzicht. Dit is het peloton. En ik wil weten wat dit is. Ik heb heel erg mijn best gedaan. Dit is supermooi. Al zeg ik het zelf, hoor. Ja. Absoluut. Ja, ik vind het om meerdere redenen een schilderij om even op in te zoomen, ja. Eigenlijk. Eigenlijk zie je hier hoe die kunstenaar je bij de hand neemt. En door zijn ogen naar dat landschap te kijken, dan raak je daar toch door gefascineerd. Het is licht en helder en speels en vrolijk. Zijn we er al bijna, Tobias? Ja, we zijn er bijna. Onze volgende rit is Sam en Daan. En die hebben ook een filmpje gestuurd. Daar gaan we even naar kijken. Hallo, ik ben Sam. En ik ben Daan. En wij zijn super grote fan van Tom Dumoulin. Hoe kan? Wij zijn bij de huldiging in Maastricht geweest toen Tom de Giro had gewonnen. Daar heb ik een datje gekregen met de handtekening van Tom. Ik zoals je ziet niet. Oh jee. Want het was heel druk. Dat vind ik heel jammer. Wat treurig. Ron, onze wens is om nog één handtekening van Tom Dumoulin te krijgen. Zodat we er allebei in hebben. Doei! Nou, dat moet wel goed komen, toch? Dat moet er goed komen. Ja, dat was de huldiging inderdaad op de markt in Maastricht. Ja. Heel veel mensen daar en ik heb een aantal kinderen en mensen blij kunnen maken met een handtekening, maar helaas niet allemaal. Ze weten niet dat te komen, dus ik ben benieuwd hoe ze reageren. Alleen maar het volgende. Ja, even kijken. Zo. Hoppa. Nou. Dit is nummer 2. Dit is 4. Dit is 4. Sam en Daan. Hi. Sam? Daan? Ja. Hallo. We gaan het even hoi. Jij bent Sam, hè? Ja. Ja. Dat is Daan. En Daan. Hoi. Waar gaan we die handtekening zetten? Op zijn webpadje dat ik heb. Hé, maar als Tom hier nou toch is, waarom vraag je dan niet of je bijvoorbeeld hier een handtekening wil zetten? Waar ik slaap, daar toch? Ja, dat is toch ook wel even mooi. Gaat het nooit meer af, hè? Boeit me niet. Boeit je niet, hè? Nee, precies. Dat is niet zo makkelijk. Ja, heel kleintje. Ach, komt er. Ja, tuurlijk. Ja, juist. Kijk, dat is het. En dan nog eentje op zijn pet, want dat wilde je uiteindelijk graag natuurlijk. Hè? En je de 3, hè, in dit geval. Ja, waar is jouw slaapkamertje? Tenuutje daar. Gaat het om zo? Ja, hè? Nee, dat mag niet. Jawel, tuurlijk. Is dit top zo? Ja. Goed gelukt? Ja. Helemaal top, mannen. Oké, dank jullie wel. Tot kijk. Doeg, doei. Hey Tom, ongelooflijk bedankt voor alles. Je hebt de kinderen heel erg gelukkig gemaakt. Graag gedaan, dank je wel. Heb je licht op je fiets? Eigenlijk niet. Nou, dan breng ik je wel even uit. Kom maar. Ja, kijk uit voor het opstapje. Zo, ja. Ja, daar gaat hij. Zo, nou, tot volgende week. Mocht ik jou nog blij maken met een gezellige roze koek?